Ivan Leko proficiat met de 1-4 overwinning. Dat is eigenlijk een revanche na de nederlaag tegen Leuven. Hè. Ja, maar ik zie geen enkele revanche. Ik heb gezien tegen Wajel heel goed de eerste 20 minuten. Tot de rode kaart van Gerkens. En daarna is andere voetbal nu in de voorbereiding. Vandaag, het resultaat is mooi. Ja, tegen een Antwerp die heel goed geïnvesteerd in deze ploeg is. Zo, we hebben goed gespeeld. Goed georganiseerd, maar voetballen kunnen we er nog beter uitkomen. Hè? Ja, kunnen we nog beter. Maar we zijn aan het bouwen aan een nieuwe ploeg. Wie enorm opvalt in goede zin is Bezos, hè? Goede voetballer. Dat is een goede voetballer, ja, zeker wel. Ook Valdivia is een goede voetballer, ook de Petter. Ook. Ja. We hebben tot nu enkele heel goede voetballers getekend, maar voor de 9 of 10 maanden, iedereen weet dat waar hebben nog iets meer kwaliteit nodig, nog iets meer ervaring nodig. Maar dat komt hopelijk zo snel mogelijk.